Maurice Gilliams was dichter, essayist, prozaschrijver. Hij was het enige kind van een devoot katholieke moeder en een ongelovige vader. Zijn werk is autobiografisch en daarin komt zijn mislukte huwelijk en zijn verloren jeugd voor. Zijn gedichten en zijn proza zijn traditioneel van vorm, maar van een ongewone schoonheid. Zijn belangrijkste boek is wellicht Elias of het gevecht met de nachtegalen, over zijn kinderjaren doorgebracht op Vedelaarshof. Maurice Gilliams verdient een roos, verdient een plaats in het pantheon van het Letterkundig Museum. Wolvin en wolf in 20s ledikant, als het gehuil des harten krimpt tot fluisteren. Uit de angsten ranken namen op in duister, met in hun wijn de bloedsmaak van het lam. Als in de tijd van de ouders zijn de nachten, op het huis gestapeld drukt de tempelpuin, en waar een lichtstraal door een schaduw suist, bederft de waan tot schimmel op de wanden. En wat hij expressionistisch wou doen, ja. Als er nu iets niet bij Gilliams past, ja. Is het wel dat die afdeling in zijn leven. Ja. Maar hij wou Elschot achterna en dat is niet gelukt. Kwestie karakterieel ging dat absoluut niet. En, maar dat is daar wel een typisch gedicht van hetgeen wel een goed gedicht is, vind ik, hè, op zichzelf. Hè.